Vandaag in onze studio te gast de Stichting De Bosnische Toekomst. En als studiogast hebben we vandaag Jan en Ada Plaggen. Hartelijk welkom bij ons in de uitzending, Jan en Ada. Misschien kunnen jullie eerst iets gaan vertellen over het ontstaan van de stichting. En wat jullie functie eigenlijk is bij de stichting. Henk, eerst dankjewel voor de uitnodiging dat we hier mogen zijn en ons praatje kunnen doen. Ja, de Stichting Bosnische Toekomst bestaat reeds een jaar of 8. En de origineel oprichter die kwam uit Leeuwarden, Friesland. En heeft tot 2007 samen met zijn vrouw enigszins bestuurd. Daarna zijn ze met een grotere groep richting Bosnië gegaan. En zelfs zijn wij in 2008 voor het eerst richting Bosnië gegaan. In 2010 zijn we bij de stichting gekomen. Maar jullie wonen in Annapolona? Ja. Hoe kom je nou bij de Bosnische toekomst? Ja. Wat is die band en die link met Bosnië? In Bosnië, ik ben namens de marine ben ik 2 keer op uitzending geweest naar Bosnië. En ja, ik vond het een heel mooi land, maar ik zag toen ook al dat er toch heel veel verscheurd was. Het was veel vuiligheid, maar ook heel veel mensen die het heel slecht hadden. Het duurde heel lang voordat er iets opgeknapt werd. Huizen die bleven slecht en slecht bewoonbaar. Maar ja, daar had ik het thuis wel regelmatig over met Ada. Totdat we op een gegeven moment richting het zuiden gingen met de caravan. En ik zeg, weet je wat, wij gaan eens kijken of we Bosnië in kunnen komen. Nou ja, dat was de eerste keer. En we zijn bij vrienden van mij langs gegaan in Sarajevo. En natuurlijk een klein cadeautje meegenomen. En toen zeiden ze, nou, dat is wel leuk. Als je nou weer komt, een cadeautje is altijd welkom. Een beetje kleren of zo, als je dat voor ons hebt, is welkom. Nou, dat moet je natuurlijk niet in de familiekring zeggen dat je daar weer naartoe gaat en wat kleding mee wilt nemen. Dan ga je het jaar erop, ga je gewoon met een kofferbak vol met kleding weer die kant op. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. We hadden veel te veel kleding en we zijn op zoek gegaan naar een plek waar we de kleding konden slijten. Ik had de laatste keer in Travnik gezeten, in centraal Bosnië. En we zijn daar weer naar de militaire liaison en observation team gegaan. En met behulp van een tolk die ik nog kende, zijn we de berg in gegaan. En die is met ons een aantal gezinnen bij langs gegaan om daar kleding af te kunnen leveren. Dus eigenlijk met een bezoekje aan Bosnië, weer eens teruggaan, weer eens kijken hoe het daar nu is, hè, naar de oorlogssituatie. Is eigenlijk het idee gekomen, we kunnen wat voor die mensen betekenen. Ja, inderdaad. En dit was in eerste instantie het eerste jaar. En dan heb je de smaak te pakken. Denk je van, hier willen we meer mee doen. En toen zijn we gaan zoeken op internet naar een stichting die daar in de buurt iets deed. En dat bleek de Bosnische Toekomst te zijn. En via hun hebben we dan... Dat is eigenlijk de omgekeerde weg. Meestal zijn mensen in een vakantieland, trekken zich het leed aan en richten een stichting op. Hebben jullie het zo gegaan dat jullie eigenlijk een stichting hebben opgezocht die actief was? Precies, want wij hadden gewoon eigenlijk een persoon nodig die ons daar ter plekke kon helpen. Ja. Want wij wilden graag wat doen, maar we hadden daar ter plekke iemand nodig. Dus, en via de stichting zijn we dan aan Amela Skrobo gekomen. Iemand die daar ook actief is, onder andere in de politiek. Maar heel erg actief is met sociale minderheden. En... met haar hebben we dan in 2010 zeker voor het eerst diverse gezinnen opgezocht. In 2009 al. Is goed. Ja. Goed, het is mij duidelijk hoe jullie terecht zijn gekomen bij Stichting Bosnische Toekomst. Laten we eens kijken naar heel concreet wat het nou eigenlijk betekent. Die mensen in Bosnië, waarom moeten die geholpen worden? Als ik nou kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse situatie. En ik zeg, hoeveel euro's per maand hebben die mensen te besteden? Hebben ze het zelf al slechter dan wij? Hoe is het welvaartspeil? Het welvaart is niet zo hoog. Mensen verdienen daar erg weinig. De gewone, normale, dagelijkse boodschappen, dat is nog redelijk te betalen. Ja. Redelijk, laat ik zo zeggen. Maar kleding, alle andere dingen die je nodig hebt, zijn daar toch vrij duur. Dus, als ik het dan naar euro's, want ik bedoel, dat spreekt mensen misschien wat aan, zoveel... euro per maand hebben zij slechts te besteden? Kan je dat dan zeggen? We weten van in ieder geval van een aantal families. Nou ja, die hebben 2,50 per dag. 2,50 euro per dag verdienen ze dan. Ze werken 6 dagen in de week. Ja, dan voor heb 2,50 euro per dag? Ja. Jongen. Dus
Dus dat is niet zo heel veel. We hebben een hoop kapotgeschoten, dus er moet weer een hoop opgebouwd worden. Er is geen geld, dus dat schiet niet op. Nee. En toen hebben jullie gedacht, we gaan wat doen. Ja. Kunnen jullie concreet zijn over, wat hebben jullie dan op je genomen de afgelopen jaren van, nou, dat en dat hebben wij gerealiseerd? We zijn in eerste instantie als particulier daar natuurlijk naartoe gegaan met kleding en ja, de mensen, vooral Roma-gezinnen kom je daar heel veel tegen, die ook inderdaad het slecht hebben. Een probleem met Roma-gezinnen is dat er ook nog wel vaak wat handel is. Dus als je daar wat geeft, moet je uitkijken dat je wel de goede families te pakken hebt. Wordt. Precies, dus gelukkig weet Amelda daar goed mee om te gaan. En ze weet welke gezinnen de kinderen ook naar school sturen. Nou, daar gaan we dan naartoe om kleding te leveren. Maar dat is ja, een auto vol met kleding. Meer kunnen we niet meenemen en meer willen we ook eigenlijk niet meenemen. We willen graag met financiële middelen die we ter beschikking krijgen door donaties en giften, willen wij ter plekke wat doen. We hebben de afgelopen jaren, ook al voordat wij bij de stichting waren, maandelijks voedselpakketten gegeven, uitgereikt aan diverse gezinnen. Mm-hmm. Daarvoor was natuurlijk aardig wat geld nodig elke maand weer. Er wordt met de kerst wordt er altijd voor de kinderen in het ziekenhuis en de kinderen in een kliniek wordt er een kerstfeest georganiseerd. Daarvoor zorgen we voor wat cadeautjes, wat snoep, speelgoed. Ook dat wordt gedoneerd als het even kan. Alhoewel wat er ter plekke gekocht wordt, moet inderdaad gekocht worden. Maar we zijn er vorig jaar zelf heen geweest en de supermarkten in Annapolona die hebben ons allemaal voorzien van, en dat is mooi met de kerst, de overgebleven CO-coladeletters, de overgebleven taai-taai enzovoort enzovoort. We hadden dus vele bananendozen vol met snoep. Lekkers mee. Ja. Heerlijk. De grootste bank in de Noordkop die heeft gezorgd dat we allemaal van die mooie oranje rugtasjes kregen. Ook de grootste loterij van het land heeft ook nog ons gedoneerd met rugtasjes. Dus die konden we mooi vullen met wat schriftjes, potloden en heel veel lekkers. Dat is eigenlijk, dit zijn allemaal is eigenlijk hulpopsomming die je geeft, die eigenlijk individueel op de mensen gericht is. Hè? Maar ik heb ook begrepen dat jullie wel wat grotere projecten doen waar meer de gemeenschap nog wat aan heeft. Hè? En dus niet individueel gericht. Nou, kun je daar wat van vertellen? Het afgelopen jaar hebben we dan bij een alleenstaande man. Ja. Ook individueel. Dat was nog individueel. Hebben we dan een dak op het huis gemaakt. En het komend jaar... Die man zijn dak was gewoon zo lekker als een mandje. Ja. Die was, we zijn er naartoe gegaan en jullie met golfplaten ter plekke gekocht waarschijnlijk. Om het geld daar uit te geven. Ja. Hebben jullie er een nieuw dak op gezet. Ja, ja, inderdaad. Dus, dat is nog zo'n voorbeeld van individuele hulpverlening. Maar ik zag op jullie website ook iets van... Was het niet iets van jongerencentrum of zo wat gerealiseerd moest gaan worden? We hebben nu voor dit jaar, dus elke keer natuurlijk weer kijken van wat kan je gaan doen. Dit jaar hebben we dan een plaatsje er vlakbij Travnik. Het plaatsje heet Turbe. Daar is een jongerencentrum annex voetbalclub die daar de hele slechte kleedaccommodatie heeft. De foto's hebben we binnen. We hebben nog niet met eigen ogen hoeven en kunnen aanschouwen. Maar het ziet er erbarmelijk slecht uit. Het is nog van de hurktoiletten. Hoeft niet slecht te zijn, maar zoals ik dat op de foto's zag, is dat smerig. De douchegelegenheid, er is douchegelegenheid. Maar dat is roest overal en tegels die allemaal kapot zijn, lekkages. Maar hoe komen jullie nou tot je keus? Dat is met jullie contactpersoon overleg je, wat gaan we het komende jaar aanpakken? Ja, inderdaad. Zo gaan we dat doen. En wordt dan ook de plaatselijke bevolking er zelf bij betrokken? Dat jullie zeggen, kom op, handen uit de mouw, we gaan dat niet alleen doen. Ja? Ja. Zelf kan je natuurlijk niet alles doen. En je hebt gewoon die plaatselijke bevolking keihard nodig. En het is ook goed om die mensen te mobiliseren, want voor hun is het ook weer een stuk stimulans om het mooi te maken en mooi te houden. Maar nou, het geld. Ja. Want ik bedoel, dat groeit jullie niet waarschijnlijk op de rug. Dus jullie zullen wel de nodige acties moeten houden om dat geld te verwerven om die activiteiten te kunnen ontplooien. Nou, vertel eens, hoe doen jullie dat geld te verwerven? We proberen de plaatselijke middenstand te bereiken met een brief. En kijken of die wat geld willen doneren. We zetten dan ons plan uiteen. Wat we willen gaan doen. En dan hopen we dat ze doneren. Dus zo hopen we een beetje aan geld te komen. Ik heb ook wel eens gelezen van een school die een sponsortocht deed. Ik heb gelezen over snoepgoedacties.
Ik heb gelezen over een sportevenement, geloof ik, wat je kon gaan doen komend jaar. Waar een deel van de opbrengst van in jullie gaat of zo? Ja, inderdaad. Het, toevallig, we zijn afgelopen jaar met Arjen Siskelling die kant op geweest. En dit jaar gaan we dat weer doen. Ja. Arjen die blijkt heel erg goed te zijn in het realiseren van donaties en sponsors. Afgelopen jaar heeft hij dus ook gezorgd voor merendeel van het sponsorgeld wat we konden gebruiken. En ook dit jaar is hij daar weer mee bezig. En hij heeft nu dit jaar heeft hij ook Helder Events in Den Helder heeft hij bereid gevonden om te doneren. Die wilden in eerste instantie wel met een geldbedrag over de brug komen. Maar die kwamen als alternatief met een event wat ze wilden gaan concretiseren op 21 april. Bij de Lange Jaap, bij de Vuurtoren. De Vuurtoren in Den Helder. In Den Helder. En dat moet een event worden met kano's. Daar moet rafting bij komen. Echt een water-event voor de diehards. En, echt een uitdaging. En de opbrengst van wat de deelnemers betalen gaat naar jullie stichting toe. Ja, er wordt een. De kosten zijn lager dan normaal. Voor 30 euro, ik geloof 29,50 euro als ik me niet vergis. Maar. Ik ben me daar niet op vast. Waarop men de hele dag in de watten gelegd kan. Men de hele dag tekeer gaan. De opbrengst is volledig voor de stichting. De projecten die jullie willen doen. Dan hoor je nog wel eens in met name landen zoals deze. Dat je komt met allerlei hulpgoederen. En dan heb je het grootst mogelijke geduw van aan de grens. Om het ingeklaard te krijgen. En dan moeten we wat onder de tafel door om het echt binnen te krijgen. En hoe is dat in Bosnië? Is dat makkelijk? Valt heel erg mee dat we wat we toch nog te binnen krijgen. Als je goederen meeneemt en je zegt het is allemaal gebruikt materiaal, dan mag het er zo mee naar binnen. Ja. Doen ze er niet moeilijk over? Nee. Nou, doen wij het ook alleen met een personenwagen. Die vanaf de achter of vanaf de voorstoelen in het dak tot helemaal achter en toe stampvol zit. Maar we hebben nog de afgelopen jaren nooit problemen gehad dat ze alles leeg wilden hebben. Ja. De caravan die erachter zit, die is leeg. Dus alleen de spullen die we gewoon voor ons eigen gebruik hebben. Dus daar gaat niks in mee. Dus kijk hooguit in de caravan onder de bank of daar nog mensen meegesmokkeld worden. Dat doen ze dan als je eruit gaat. Hey, als je nou terugkijkt naar wat jullie tot nu toe gedaan hebben. Wat is dan een project waarvan jullie zeggen, nou, dat heeft ons de meeste voldoening gegeven? Nou, in ieder geval het dak dichtmaken van het huis van Migret. Dat heeft ons een hoop voldoening gegeven. Ja. Wat we ook heel erg leuk vinden, ons allereerste gezin waar we geweest zijn. Dat is een gezin in de bergen. En nou, daar hebben we voedselpakket gebracht. Daar komen we nu eigenlijk elk jaar weer. En die kinderen vliegen je om de hals en zijn verschrikkelijk blij dat je weer komt. En ja, dan kom je met een cadeautje en je komt met wat kleding, je komt met een voedselpakketje en daar zijn ze dan ontzettend blij mee. Dat geeft een heleboel voldoening. We gaan nog eventjes naar de plannen van dit jaar. En dan moeten we richting een afronding gaan. Wat gaat er dit jaar gebeuren in 2012 daar in Bosnië? Ja, dit jaar worden dus wederom half mei gaan we weer die kant op. Wij gaan met z'n tweeën met de caravan weer achter de auto aan en Arjen Siska gaan mee. Ja. Paula gaat weer mee, onze secretaresse. En dan gaan we daar dus in elk geval dat jongerenhonk, de voetbalvereniging, verbouwen. Verbouwen, aanpassen. En wat ik ook mooi vond van jullie stichting, het is een ambi-stichting. Hè? Dat betekent dat als mensen geld doneren, dat het als gift van de belasting kan worden afgetrokken. En reiskosten die jullie maken, allemaal eigen rekeningen. Allemaal eigen rekeningen. Elke euro gaat naar de mensen in Bosnië toe. Ja. Gaat niks aan de struikstof aan. Nee, en we kopen ook alle materialen kopen we daar. Ja. Om de economie daar ook te stimuleren. Ja, heel goed. Dus we nemen niks hier vandaan mee. We gaan afronden. Jullie kunnen vast nog wel donateurs en giften gebruiken. Dat is zeer zeker. Wat is jullie giro-nummer? Het giro-nummer, en dat zullen we even niet uit ons hoofd kunnen doen, maar hebben we natuurlijk even op een briefje gezet. Maar even. Ja, inderdaad. Wij hebben een rekeningnummer, dat is rekening 127-149-503. 127-149-503, ten name van Stichting Bosnische Toekomst in Annapolona. En als de mensen nou denken van, ik heb wel het een en ander gehoord, maar ja, het is toch nog niet het hele verhaal. Dan kunnen ze, ik noemde al een paar keer jullie website, dan kun je misschien nog het adres even van noemen. Ja, dat is de website is www.bosnische-toekomst.nl. Nou. Eventueel informatie is ook per mail natuurlijk op te vragen, info@bosnische-toekomst.nl. En
Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar. We staan netjes in het telefoonboek bij Anna Polona, Jan en Ada Plaggen. Dus we zijn ook telefonisch bereikbaar. Informatie willen we altijd verstrekken. Ook alle informatie aangaande eventuele sponsoring. En wat we ook altijd zeggen is, ook al doet u 2 euro's in de maand, al is maar 1 keer 2 euro. Maar 2 euro in de maand, denk daar eens over na. Als we dat 12 maanden doen, is dat 24 euro. Heb ik 2 personen die dat elk jaar doen, dan kan ik daar een toiletpot voor kopen. Nou, dat was een mooi slotpleidooi. We gaan nu echt afronden. Heel veel succes gewenst met jullie stichting. En hoop dat jullie nog hele mooie projecten kunnen realiseren. En bedankt voor jullie komst naar de studio. Bedankt. Dank u wel. Henk, hartelijk dank nog. Graag gedaan. Fijne avond.